Woensdagochtend werd de eerste paal in de grond geboord als start van het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Ja, we staan hier bij het project Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk-Rotterdam. En dat maakt onderdeel uit van een groot programma voor heel Nederland. En ons doel is om hier meer treinen kunnen gaan rijden dan dat nu het geval is. En daarvoor moeten er een heleboel werkzaamheden aan het spoor gebeuren. Wat wordt er veranderd aan het spoor? Nou, het spoor wordt geschikt gemaakt voor meer treinen. Dat betekent dat het verbreed wordt. En dat betekent ook allerlei aanpassingen natuurlijk aan beveiliging. En er moet spoor bij en er moet bovenleiding bij. De werkzaamheden tussen Rijswijk en Rotterdam zijn eind 2024 af.